Welkom in Mirror's Edge Catalyst. Dit is Catalyst, zoals ik al zei. Dit is niet de originele Mirror's Edge. Dit is de tweede. Van de eerste Mirror's Edge heb ik ook al een paar video's op dit kanaal staan. Maar de vorige heb ik nooit uitgespeeld. Het was dan ook omdat er een missie was die echt gewoon veel te moeilijk was. Maar we gaan nu gewoon lekker spelen in de nieuwe. Namelijk voor de derde keer Catalyst. En volgens mij gaat het heel leuk worden. De eerste missie heb ik al gedaan. Dat was de tutorial missie. En mensen die dit kanaal al langer bekijken weten dat ik er niet zo heel erg van houd om de tutorials ook te laten zien. Ja, dat is gewoon omdat er vaak in tutorials gewoon heel veel gesproken wordt. Heel veel geoefend wordt, gekloot wordt door mij. Ik zeg niet dat ik nu niet meer hoef te kloten in dit spel. Dat gaat wel zeker gebeuren. Hopelijk alleen wat minder dan tijdens het tutorial. Genoeg gepraat voor nu, we gaan gewoon lekker spelen. We moeten hierheen en hier staat een mannequin. Een mannequin challenge. Reunion. Talk to Noah. Oké. Okay. So, Noah, what's the beat? Noah. I heard some runner got out of juvie today. I heard she's eager to run. She's been gone a long time. I also heard she's sorry. Volgens mij gaat het over Fate zelf. Maybe. I'm so sorry. Volgens mij heb ik wat gemist in de originele game. You look older. Screw you. Nice place you got here. Yeah. Mind if I stay a while? I was hoping you would. And about that run? Go talk to Birdman. He'll put you through your paces. New guy. Seems a bit uptight. Icarus? Mm-hmm. Oh, he's a good kid. He runs better than anyone. Than anyone? Go talk to Birdman and we'll see. Oeh, dat is pijnlijk. I'll be here. Zij was nou ook volgens mij de beste runner. Zoals ze zichzelf noemen. Dogan sent me a greeting. Yeah. We'll deal with him in time. Right. Now go. Dogans. Astound me. Ga ik nu freerunnen? Ik hoop zo. Ik hoop zo. Ik hoop het. Oké, get your gear. Ah, runner's vision. My clothes. My clothes. Okay. No one brought them here just after you were caught. Okay, let's do this. I've upgraded your beat with a map mod of glass. You'll need it to get around and to find the smaller runs spread out across the city. Oké, een kaart? Nee. Oké, dit is een precursor. Ik dacht dat ik dit tutorial had gedaan. Jeetje. Oké, upgrades. Beatmap. In gear. Gear. Ik dacht dat ik op mijn camera stopte. Beatmap. Oké, purchase. Oh, wow. Dit ziet er cool uit. Oké. To set runner vision, right click on mission icon to place waypoint. Ik denk dat dat de missie is. Ik heb daar een waypoint daar gezet. Escape. Oké, let's go. Nu ga ik winnen deze kamer. Nee. Oké. Oh god. Wat was dat? Ik dacht ik moet vast springen, maar blijkbaar was het niet de bedoeling dat ik sprong. Dat vind ik wel een nadeel. Ik weet niet meer hoe het was met de originele Mirror's Edge. Maar de laadtijden zijn gewoon enorm lang. Oké, ik ga niet springen daar, wou ik zeggen. There you are. Oh, hallo mevrouw. Oh, just a look at you. While you're still in one piece.
Dogen expects prompt payment, you know. And he'll get it. Yes. Yes, he will. Now run along. Haar player model was niet zo heel gedetailleerd. So my best friend is out of prison and she doesn't even come to visit? Hey, Nomad. How's it going? Way better now that you're out. And it just so happens that I could also use your help. Oh. Dat is iets minder soepel. Yeah, I heard. I say that geezer can wait, but it's your choice. Check your map for where to find me. Map updated. Plus main mission, old friends. Okay. Oeh, welke missie zal ik eerst gaan doen? Follow the Red of Old Friends? Nee, ik ga de missie waar ik al naar op weg toe was, ga ik eerst doen. Gewoon omdat het kan. Ik moet zeggen dat de game er heel mooi uitziet en ik faalde. Als jullie er niet tegen kunnen tegen iemand die eigenlijk niet weet wat hij aan het doen is en vaak faalt en valt in games zoals Mirror's Edge. Kun je beter niet bij video's kijken. Oh. Ik zag niet helemaal waar ik heen moest. Want ja, ik ben er niet bepaald de beste speler van Mirror's Edge. In elk geval, dat was ik in de originele niet. Tenzij ze het echt heel veel beter hebben aangepakt. Nu? Oké. Okay. Ja. Ga ik weer heel vaak falen en vallen. Oké, okay, follow the Red. No Weston to talk to Birdman. One of the first runners in the city and an old friend. Supposedly he has a few hoops for you to jump through in order to prove your skill. Oké. Okay. Let's accept this. Knock knock. Easy, easy there. Leave my door alone. Okay. Patience never was your virtue, Faith. Thought you were taking a nap. Isn't what old people do? Careful with that mouth, girl. I guess 2 years of peace and quiet is all I get. Yeah, I missed you too. Noah wanted me to test you. I told him I'd do no such thing. But I have a dash for you. Enough to test yourself. So that's good. I already fed you, Calliope. Get off of me. Damn rats with wings. Never leave me alone. But they have their uses. Patience never was your virtue. True. That's why I can smell my own. After Dr. Rush. Now off with you. Sort of. Show them other runners that you got your uses too. It's good to have you back, girl. Okay, get to and complete the dash. Birdman challenged you to a dash. I can imagine which one. Oh man, back in the day I ran it so many times I could do it blindfolded. Okay. No, let's do this. The zip line. One more thing, Faith. The march route is not always the best one. Okay. You only need to reach the goal in the shortest time possible. The way you take doesn't matter. Oké, okay, ik denk dat ik gewoon maar de route die wordt aangegeven ga volgen. En ik moet er echt aan werken aan wanneer ik neerkom. Zeg maar dat ik op een goede manier weet te vallen. Oké, okay, en nu? Oh, hier. Ik moest gewoon echt door. Oh, god. Oh, dat was het alweer? Oké, okay, 2 sterren. Ik hoef eigenlijk niet te weten hoe iedereen het heeft gedaan. Not bad. Glad to see you still got it. Oké, okay, ik moet denk ik gewoon weer daar naartoe.
Faith, I need your help. We just barely repelled a crew's second attack on the beam. A lot of data got scattered all over the city, and now it's leaking through the grid. Oh. Please tap into any links you see, and we'll get that data reassembled. Old friends, talk to Nomad. Don't fall off. There she is, in the flesh. In my clothes, even. Thanks for looking after them. How have you been? Well, you know, living, surviving. I missed you. Oh. Gosh. So what do you need help with? It's the outcast in Greylands. They're setting up a comm system to warn about KSEC raids, but they need control chips, which can be found in all comm relay boxes. Control chips? Relay boxes. Okay. By ripping those chips, you mess things up for Alcon and help the outcast at the same time. Can you do it? Thank sure. you, Phil. You know me. Always helping those in need. You can play indifferent, but I know why you got locked up. Yeah, I was stupid. Where can I find these boxes? Not far from here. I'll mark them for you. Okay, on it. I'll look some map and runner's vision. Quite like this in real life, oh god. Volgens mij moet ik dat soort dingen verzamelen. I've been getting a few other components for the outcast, and with these chips they'll have everything they need. Okay, laten we deze missie dan maar gaan doen. I got the first chip. Great, the next relay box should be close. Oh, hallo de vrouwen en meneeren. I should warn you, Faith. There are more KSEC patrols lately, and they look like they mean business too, not the usual goons. Okay, a protector class melee. AD or combat shift to avoid being hit. He looks like he means business. Center runner, conglomerate directive 258, trespassing. You're in breach. Missions filled? Oh, je mag zeker iemand aanvallen. Had het eerder gezegd. Ja, op zich vermelden ze ook. Hij geeft ook de hint van. Raak ik kwijt. Oh! Oh, ik moet hem gewoon. De Future Protector, oké. Okay. Was dat nu wel de bedoeling? Ja, volgens mij was dat nu wel de bedoeling. Oké, zoals ik al zei, ik snap de helft van de tijd echt niet wat ik aan het doen ben. Oké. Oké, ik geloof je. By the way, did you talk to Dogen yet? Rumor has it you owe him a lot of script for what you did. Not yet. Well, I'm sure you can work something out. Hello, Mitchell. And if not, I'll come with you when you go into exile. We'll own the Grey Lions. Prima. Oh god, twee keer. Hold in place. I got you covered. Breacher spotted. You see the truth. We got a breacher suffocating. Copy that. Subdue her. Oh, damn. Dat was best cool, al zeg ik het zelf. Got another one. Great. Just one more and we're good for now. Okay. Dat is een vrouw. Heb jij wat voor me? Ik kan er niet slaan. trappen, bedoel ik. Eyes on a possible breacher. You're in breach of policy. We might need backup. What's this? Breacher side. Got it, control. We're out of control.
Oeh, damn. Ik word ook behoorlijk in elkaar geslagen. Maar dat geeft niet, want ik ben Faith. Dus ja, ik ren gewoon door. Good, but we have a problem. There's a low cast in trouble not far from you. Listen. A low cast? Scan my grid prints again. I did. You were supposed to be on your way to Food Dome Epsilon 3 days ago. Subdue him. Oeh, okay, die werd behoorlijk geslagen. What's happening? K-Sec is happening. I had enough of this crap in prison. Faith, don't get involved. Look, I told you this is happening all the time. It's not your fight. Yes, it is. Niet stom doen, Faith, maar goed. Heb ik ook help of zo? You're okay. I took care of them. Thank you. Thank you so much. I saw that, Faith. Told you you couldn't fool me. You just helped that lowcast, Noah. Yeah. Okay. She takes after her parents. You say that like it's a bad thing. Keep looking for those relay boxes around the city, Faith. It'll really help the outcast. Okay. Okay, now we need that first handful of chips delivered. Figured as much. Where? There's a dead drop with the marker on your map. Ik kijk wel even op de kaart. Deliver the control chips. Daar moet ik heen. Daarheen dus. Ik ga eerst even de burpen ding doen. Ah! Stop als we eraan vallen. Wat is dit? Wat is dit? Pick up recording. I thought I'd document our trip like a diary. Oké, het zal. Ik ben gewoon op de weg en ondertussen haal ik collectibles op. Prima, toch zou je zeggen. Oh, dat ging verkeerd. Nee. Ik bedoelde niet dat hij springen. Dit is nou wat ik bedoel. Dan doe je iets wat in je hoofd heel logisch lijkt en best kan. Alleen Faith denkt daar anders over. En dan valt ze tot haar dood. En ja. Dat is niet altijd even handig. Oké. Ik ben er. Maar dit is een nieuwe missie. Dat ga ik nu niet doen. Ik vind deze video alweer lang genoeg geworden. Deze missie ga ik dan de volgende keer wel doen. Wat is dit? Oh, dat is een zo'n oefenpapier. Ik zal nog even kijken. Deze ontvangen. Ja, hey mensen, dat is het voor deze video in leken. Mirror's Edge Catalyst. Vond je het nou leuk? Laat even een like achter. Of comment zelfs als je nog ideeën hebt wat ik kan spelen. Of hier in voor dingen te doen. Of andere games die ik al speel. Of die ik al goed speel. En als je nog eens subscribe, subscribe dan ook even. En als je nog een video hebt. Ciao!